gewoon bij. Ik dacht, heel verlachen. Maar dan heb ik allemaal van, oh ja, dit is een blij duimpje omhoog te doen. En ze ging niet te abonneren op mijn YouTube. Nou, verretje. En daarom van mij, de dagse vlogs, mag anders zijn. Deze keer in de horeca van mijn nieuwe vlog. Ja, en we zijn er weer. Ik was een tijdje er tussen uit geweest. En ik had vakantie gehad. En ik had corona te pakken. En daarna weer aan het werk. Maar niet, ben ik niet zo maak. Vandaag zijn we dicht van de gasten. Dicht van de gasten. En morgen een dagje vrij. En daarom deze vlog. Nou, op deze dag. Verder, dan kun u helpen bij de balies. Alleen deze kant. Verder hebben we onze eigen producten. Daar zo. En daar zou één of zou twee kunnen we trainingen geven. En vergaderen. Het staat allemaal op de website. Dus dat zet ik in mijn beschrijving. En verder is het gewoon heel rustig vandaag. Bij deze. En nou ben ik een beetje pauze te houden. En we krijgen een nieuwe producten. Bijvoorbeeld deze dingen. Die komen ook daarachter. En ik ga deze vlog ook afsluiten. Hopelijk vinden jullie deze vlog wel leuk. Doe vast een blij duimpje omhoog te doen. En vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En dat je de duimen van mij, de duimpje vlogs, als alles zijn. Zie jullie morgen weer. Maar ik doe een vlog met mijn collega. Dus zie jullie morgen. Maar ik doe een vlog. Doei!